Evans Wadongo began a solar lantern manufacture experiment while he was at university in 2004. 6 years later, he has distributed 12,000 of the fuel-free lamps within rural communities throughout Kenya. From Nairobi, Humanwire correspondent Ruud Elmendorp reports. Goedkoop en schoon licht 's avonds op het platteland van Kenia. Dat is er nu door de uitvinding van Evans Wadongo. Hij maakte van tweedehands onderdelen deze zonnelantaarn. En samen met zijn compagnon brengt hij ze naar afgelegen boerengemeenschappen, waar geen stroom is en mensen afhankelijk zijn van de traditionele petroleumlamp. De dorpelingen zijn blij met de zonnelantaarns omdat het kosten bespaart. Licht van een petroleumlamp kost 40 cent per dag en dat op een budget van 1,5 euro. En verder zijn de prikkelende petroleumdampen slecht voor de gezondheid. De 9-jarige Robert weet er alles van. Huiswerk maken bij een zonnelantaarn gaat beter dan bij een petroleumlamp. Evans zelf had er als jongen al last van en hij droomde over een betere lamp. It's really bad on health, environment, education and on economy. Door op de universiteit te experimenteren met kerstboomverlichting kreeg Evans het idee zonnelantaarns te gaan maken. That's how I thought now. If I can easily this lighting like this, I can use the same to make a solar lantern and I reflected back on how the life in a rural home. De eerste modellen betaalde hij van zijn studiebeurs. En door ze aan vrienden te verkopen, verzamelde hij beetje bij beetje kapitaal om ze te gaan produceren. En dat gebeurt nu in deze werkplaats in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Kennedy Juma is een van de 20 technici die hier werken. Hij test een lantaarn die 5 uur lang is geladen in de zon. How long does it last? 4 hours 20 minutes when it's fully charged. Met donaties kan Evans de lantaarns gratis aanbieden. De dorpelingen krijgen van hem wel het advies het bespaarde geld te investeren. The first project we have begun is poultry keeping, and we are intending to buy a cow for milk. De lantaarn is zo populair dat Evans de vraag nauwelijks meer aankan. Want tot nu toe worden alle lantaarns met de hand gemaakt. We don't have any equipment at all, so we want to be able to set up our small factory to produce the lamps. Het is de bedoeling binnen een paar jaar de lantaarns over heel Kenia te verspreiden.